Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Waarom de papegaai de woorden van mensen herhaalt. Voorgelezen door Chloe Leenheer. Vroeger, toen de aarde nog jong was, kenden alle vogels de taal van de mensen en konden ze met hen praten. Maar van alle vogels hielden de mensen het meest van de papegaai, omdat hij de dingen altijd vertelde zoals ze waren. En daarom noemden ze hem de waarheidsvogel. De papegaai was zo geliefd bij iedereen, dat ze hem in hun huizen lieten wonen. Ze gaven hun papegaaien lekker eten en een mooi versierde kooi om in te slapen. Er was één papegaai die woonde in het huis van een man die een dief was. Op een nacht sloop die dief zijn huis uit, liep naar de boerderij van de buren en doodde daar een os. Hij sleepte het arme dier terug naar zijn huis en verborg het vlees in zijn kelder. De volgende ochtend kwam de buurman naar de dief toe en vroeg: "Heb jij misschien mijn os gezien?" "Nee, die heb ik niet gezien," zei de dief. "Is dat echt waar?" "Ik geloof je niet," vroeg de buurman. Ja, dat is echt waar. Ik heb de os niet gezien," herhaalde de dief. "Vraag het de papegaai," zei een van de dorpelingen. "Hij vertelt altijd de waarheid." "O waarheidsvogel," zeiden ze tegen de papegaai, "heeft deze man een os gedood en zijn vlees verstopt?" "Ja, dat heeft hij gedaan," antwoordde de papegaai, die alles had gezien. De dief was woest. Hoe durfde die domme papegaai hem te verraden? Hij wist heel goed dat de dorpelingen hem de volgende dag zouden straffen. Dus hij bedacht een plan. Hij moest iedereen ervan overtuigen dat de papegaai niet altijd de waarheid spreekt. "Ik heb het," zei hij uiteindelijk tegen zichzelf. "Ik weet wat ik kan doen." Toen het nacht werd, zette hij een grote pan over de papegaai heen. Toen goot hij water op de pan en sloeg er vele malen op met een taai stuk eikenhout. Dit deed hij de halve nacht. Toen ging hij naar bed en sliep al snel. 'S morgens kwamen de dorpelingen naar de dief toe om hem te straffen. "Rustig, rustig, lieve mensen. Ik ben onschuldig. Hoe weten jullie dat ik de os gedood heb? Hebben jullie bewijs?" vroeg de dief. "Omdat de waarheidsvogel zegt dat jij het hebt gedaan," antwoordde ze. "De waarheidsvogel? Ha!" riep hij. "Deze papegaai is absoluut geen waarheidsvogel. Eerder een leugenvogel. Hij vertelt zelfs niet de waarheid over wat er vannacht is gebeurd. Vraag hem of de maan te zien was." "Was de maan vannacht te zien?" vroegen de dorpelingen. "Nee," antwoordde de papegaai. "Er was geen maan, want het regende en het stormde ontzettend. Ik kon de halve nacht niet slapen van de donder die ik hoorde." "De vogel heeft altijd de waarheid verteld," zeiden de dorpelingen. "Maar er was helemaal geen storm afgelopen nacht en de maan was helder. Deze man heeft gelijk. Het is een leugenachtige vogel." "Wat zullen we doen om de papegaai te straffen?" vroegen ze aan de dief. "Ik denk dat we hem niet langer in onze huizen moeten laten wonen," antwoordde de dief. Ja, zeiden de anderen. "Hij moet wegvliegen naar het bos. En zelfs als het stormt, kan hij niet meer bij ons binnenkomen. Want we weten nu dat het een leugenachtige vogel is." En zo vloog de arme papegaai verdrietig weg het eenzame bos in. Daar kwam hij een spotvogel tegen en vertelde hem wat er gebeurd was. "Waarom herhaalde je niet de woorden van de mensen, zoals ik doe?" vroeg de spotvogel. "Mensen denken altijd dat hun eigen woorden het beste zijn." "Maar ik kan toch niet herhalen wat die mensen zeggen? Dat waren allemaal leugens," zei de papegaai. "Dat is niet belangrijk," antwoordde de spotvogel lachend. "Zeg wat zij zeggen en ze zullen denken dat je een geweldige vogel bent. Zeg mij maar na, ik ben een spotvogel." "Maar ik ben helemaal geen spotvogel," zei de papegaai. "Dat zou een leugen zijn." "Dat maakt niks uit. De mensen luisteren toch niet naar wat jij te zeggen hebt. Ze willen alleen maar zichzelf horen praten." "Dat is waar," zei de papegaai.
we proberen het nog eens, zei de spotvogel. Zeg mij maar na, ik ben een spotvogel. En de papegaai zei, we proberen het nog eens, zeg mij maar na, ik ben een spotvogel. Heel goed, zei de spotvogel. Heel goed, zei de papegaai. En in zijn gedachten dacht de papegaai, ik begrijp het. Ik zal nooit meer gestraft worden voor het vertellen van de waarheid. Voortaan zal ik alleen maar de woorden van anderen herhalen. En zo kwam het dat de papegaai weer in de huizen van de mensen mocht wonen. En lekker eten kreeg en een mooie kooi om in te slapen. En dat de papegaai weer iedereens lievelingsvogel werd. Einde. Dit was Waarom de papegaai de woorden van mensen herhaalt. Voorgelezen door Chloe Lenier. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.